De nieuwe ambassadeur van Brazilië in Suriname, Laudemar Gonçalves de Aguiar Neto, heeft op het ministerie van Buitenlandse Zaken de kopieën van zijn geloofsbrieven aangeboden aan Yildiz Polak Bigi, minister van Buitenlandse Zaken. Ambassadeur Laudemar de Aguiar zal komende maandag zijn originele bescheiden aanbieden aan president Desi Bouterse. Tijdens het bezoek van de nieuwe Braziliaanse ambassadeur aan minister Polak Bigli zijn met name de bestaande goede bilaterale banden met Brazilië aangehaald en is er eveneens gesproken over het verder uitdiepen van de technische samenwerkingsrelatie tussen beide landen.